Gaat even wat tijd kosten. Maar dan valt er die. Ik wil zeggen, dan valt er in ieder geval niet het water in. Hey, Blokkie Gamers, en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. De vorige keer ging het niet helemaal goed, want ik moest zo vaak opnieuw opnemen. Vandaag neem ik op in 50 frames per seconde. Dat gaat een stukje beter, dus ik hoop dat dat ook zo blijft. En we waren de vorige keer natuurlijk bezig met het dak te maken. Alleen, dat ging allemaal mis, want op een gegeven moment had ik de helft van het dak had ik erop zitten. En wat kwam ik er toen achter? Dat ik het verkeerde hout had gepakt. Geweldig. Dus ik ben eventjes gaan zoeken naar spruce wood. Want ik heb eventjes gekeken wat voor een hout Rens heeft gebruikt. En Rens die heeft spruce wood gebruikt. Nou, hierachter zit ons eiland, zeg maar. Dus ik ben eventjes naar boven op de bergen gegaan. En op zoek gegaan naar spruce wood. En hier heb je een klein bos met spruce wood. Dus dat is een heel goed begin. Niet dit, want dan kunnen we weer naar boven hakken. En ik heb ook eventjes een schepje gemaakt voordat ik ging opnemen. Want zometeen moeten we die rare torens natuurlijk slopen. En het is wel makkelijk als je een schep hebt in plaats van als je alles met de hand doet. Toch? En zo is het. Maar goed, we hebben dus behoorlijk wat spruce wood nodig. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel, maar in ieder geval dat we genoeg hebben. Zal wel weer niet. Maar dat zien we vanzelf. Ja, en het laat me ook maar eventjes weten wat jullie ervan vinden dat ik nu in 50 frames per seconde opneem. Want ja, op de een of andere manier, 60 frames per seconde vindt hij niet zo heel fijn. Dus dat doen we maar in 50 frames per seconde. Toch? Dat kan ook. Want zoals ik al zei, met Windows 7 had ik daar niks geen last van. Kon ik gewoon in 60 frames per seconde. Maar ja, ik moet ook een keertje, heb ik de vorige keer ook al gezegd, mijn computer een keertje schoonmaken. Alleen daar heb ik geen zin in. Maar dan moet ik alles weer opnieuw installeren. Echt alles. En daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in als ik heel eerlijk ben. Want volgens mij raak ik dan ook alles kwijt. Bijvoorbeeld van Euro Truck Simulator. Van Farming Simulator. Ja, ik kan wel een paar backups maken natuurlijk. Dat zou eventueel wel kunnen. Maar ja, ik moet ook een keertje gewoon opnieuw heel veel Windows opnieuw installeren. Want dat is veel makkelijker voor mij. En Windows 10 is niks mis meer hoor. Dat werkt uitstekend. Alleen ik vind het zo jammer dat hij ja, zo raar doet met te hoog CPU gebruik. Het zal wel. Zo. Kijk, we hebben nu dus 58 hout. Ik denk dat we nog een paar pompjes meejatten. Meenemen, sorry. Want dan hebben we in ieder geval genoeg hout om dat achterlijke dak klaar te maken. Want er zit nog steeds geen dak op de opslagruimte. Dus daar wil ik vandaag mee bezig. We hebben nu 64, dus ik denk dat we hier wel genoeg hebben. Want er waren ook nog 17 stairs in de opslagruimte zelf. Die had Rens daar neergedumpt. Dus we gaan nu terug naar huis en dan gaan we eens eventjes kijken of wij, dat dak kunnen fixen. Ja, zover nu, 50 frames per seconde, hartstikke goed. En ik heb trouwens ook geen reacties vandaag, want op de een of andere manier kon ik de reacties niet zien. YouTube die liet mij de reacties niet zien, ja. Dat is dan maar zonder reacties toch? Maar ik wil jullie ook allemaal ontzettend bedanken voor al die likes op de vorige aflevering. Er waren een stuk of 20 likes op de Minecraft Survive aflevering. Ontzettend bedankt daarvoor. En vorige week hebben we natuurlijk Feed the Beast gedaan. Alleen ja, dat is natuurlijk heel wat anders dan Minecraft zelf. Dus daar moet iedereen ook nog aan wennen. Ik zelf ook, want ik snap er geen hol van. Maar ja, dat had ik al gezegd in de aflevering zelf. Dus even kijken, wordt het nou donker? Ja, het wordt donker, dus we gaan eerst even slapen voordat wij het huis gaan fixen. Want ik heb dus eventjes gekeken wat bij ons huisje was. En dat was gewoon spruce wood. Dus ik heb nou spruce wood en een paar dark oak wood. Maar daar hebben we genoeg van. Hup. Jupsa. Kijk, en dan kunnen we altijd en binnenkort. Ik denk volgende week nog niet, maar misschien die week erop. Dat Luc daarmee gaat doen, want ik wil eerst eventjes een beetje alles voor elkaar hebben. Dat er ook een beetje is dat bijvoorbeeld Luc een keer iets kan bouwen ofzo. Want dat is natuurlijk wel ideaal. Goed, dit zijn allemaal spruce wood en dit is allemaal dark oak wood. Dus dat pakken wij zometeen ook eventjes. Maar eerst gaan we eventjes een blokje voor onze deur neerzetten en daarna gaan we slapen. You can only sleep at night. Nou, weet je wat, dan pakken we vast dark oak wood en als we terug zijn dan is het donker. Kijk, want deze rare toren heb ik de vorige keer natuurlijk gebouwd. Dat kan ik trouwens ook wel eventjes weghalen. Hup. 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 Hup.
En ik zag namelijk dat een paar mensen gewoon liever Minecraft Survival wouden in plaats van Feed the Beast of een keer iets anders. Maar ik dacht, het is ook wel een keertje leuk om geen Feed the Beast, of in ieder geval geen Survival, gewoon een keertje iets anders. Wat natuurlijk wel met Minecraft te maken heeft, maar dan een keertje iets heel anders. Dark Oak Wood gaan we pakken en dan gaan we slapen, want de zon is bijna onder. Dark Oak Wood. Ja, daar hebben we ook nog van. Kijk, want hier moet namelijk nog dak op. En ik hoop dat we dat in ieder geval vandaag een groot deel voor elkaar kunnen krijgen. We zijn al maar 5 minuten bezig, dus dat kan makkelijk. En we gaan nou slapen. En Renze, die is er vandaag niet, want die heeft tentamens. En Patrick, die voelde zich niet zo lekker. Dus dan moet ik vandaag helaas weer alleen. Nou, niet dat dat heel erg is. Maar natuurlijk, met meerdere mensen is het natuurlijk ook veel leuker. Goed, ze is op alle hoeken. Dus dan moeten wij hier Dark Oak Wood. Dirt hebben wij nodig. Boog kunnen we wel wegdoen. Kijk, dus dan moet hier en aan de andere kant moet dan een dingetje. Ik heb nog een paar. Gaan we deze rotsje nou weer krijgen? Nou, dan maken we eerst wel. Nu ik toch beneden zeg, gaan we eerst wel eventjes een paar stairs maken. Niet zo heel veel, want we moeten natuurlijk wel heel veel hebben, maar dan gaan we nog een keertje naar beneden. Ah, we doen er nog meer. Tot 40. Hup, 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 hup. 18. 64. Zo. Nee, ik vroeg of jij zo wou. Kijk, dan hebben we in ieder geval al 64 hekjes. Hekjes? Nee, geen hekjes. Stairs. Goed, dan gaan we weer onszelf naar boven bouwen. Hup, 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 hup. Kijk, want hij moet op de kop. Waarom doet dat achterlijke ding niet op de kop? Dat is toch niet zo moeilijk? Oh, ik word hier zo moeilijk. Hoe kun je die dingen op de kop doen dan? Ja, zo. Juist. Zo. Goed, hebben we in ieder geval het eerste gedeelte hebben we in ieder geval. Dus ik moet gewoon iets naar boven halen. Zo, 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 zo. Zo, gaan we weer een stukje naar die kant. Dan gaan we daar weer een Dark Oak Wood plaatsen. Want het moet natuurlijk wel ongeveer hetzelfde, wat ik al zei in het begin van deze serie, als de normale. Kijk, en zit die daar dan ook neer? Dus hier moet niks. Dus dan gaan we nou het hoekje om. En ik zie ook dat we te weinig dirt hebben. Dat is ook ideaal. Not. Hup, kom op. Hup, hup, hup. Hier ben ik trouwens veel te dichtbij. Maar dat maakt niet uit. Hup. Telefoon, hou eens op met plingen. Want ik krijg altijd berichtjes binnen. Dat, ik ben aan het opnemen. Je leidt mij af. Ga weg. Hup, hup. Ik zet mijn telefoon eventjes op slaapstand. Even al die berichtjes weghalen. Hup. Fortemet. Aan de kant, jij. Ja, wat kunnen wij? Spruce wood. Eigenlijk moet ik dirt hebben. Hebben wij dirt? Zal wel weer niet. Spruce wood. Trududud, moeten we denk ik naar beneden. Stone, cobblestone. Dirt, dirt. Wauw. 4. 4 maar liefst. Ideaal. Niets dus. Nou, dan moeten we maar hout gebruiken. 1, 2, 3. Hup. Hup. Dan doen we daar gewoon spruce wood. Zo, en dan haken we dat later wel weg. Maakt niet uit hoe die staat. Als ik het dak maar kan fixen. Hup. Klopt dit? Ja, volgens mij klopt dat wel. Hup. Ja, dan moet daar eentje. En dan moet hier eentje. Zo, en dan gaan we weer naar die kant. Dat nog heel lastig gaat worden trouwens. Hup. Kan ik daarbij? Ja, dat kan ik bij. Laat ik me naar beneden vallen. Zo, dit hakken we later allemaal weg. Dit niet, want dan zit ik te dichtbij. Stukje boven het water, zo. Hup, hup. Ik hoop dat we hier trouwens ook genoeg aan hebben. Goed, volgende stairs. Die. Zo, hup. Kijk, in ieder geval het dak hebben we dan klaar. Of in ieder geval grotendeels klaar, want de bovenkant moet er natuurlijk ook nog op. Zo, dan moet dat daar. Laten we dat maar even 2 doen. Dat ziet er net wat mooier uit. Doen we dat ook aan die kant. Zo, en kijk of ik om het hoekje kan springen.
Ga ik niet doen, want dan lig ik met mijn snuit in het water en heb ik geen zin in. Zo. Hup, 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 hup. En dan gaan we weer daar. Daar. Even kijken, dan moet hier moet dan nog Dark Oak Woods. Zo. En daarnaast. Oh, wow, waar was dat? Zo. Zo, hup, hup, hup. Ah, we hebben in ieder geval de randen hebben we in ieder geval klaar. En hoe lang ben ik bezig? 10 minuten. Nou, hebben we daar 5 minuutjes over gedaan. Ongeveer. Maar ja, dan moeten we ook nog eerst al die dingen weghalen natuurlijk. Dat wordt ook nog een hele kunst. Want dit hangt allemaal boven water. Maar ja, als het goed is heb ik wel een paar saplings. We hebben 3 saplings. Is nog niet veel. Maar in ieder geval beter iets dan niets. Zo. Nog meer. Hup. Kijk toch eens. Ja, dan moeten we nog een stukje die kant op. En dan hakken we hier in ieder geval alles alvast weg. Kijk, dan moeten we hier dus 1, 2. En dan moet daar misschien nog een hekje. Of zeg ik weer een hekje, hè? Een trap. Maar ik denk dat het niet zo mooi is, want dat heb ik bij de andere kant ook niet gedaan. Dus doe ik dat ook bij deze kant niet. Niet het blokje onder mezelf weghakken, dat is niet de bedoeling. Hup, hup, hup. Kijk, en dan moet ik gewoon hier blijven staan, dat hij het oppakt, zo. Gaat even wat tijd kosten. Maar dan valt het in ieder geval... Ik wil zeggen, dan valt er in ieder geval niet het water in. En wat gebeurt er dan? Dan val je zelf in het water. Tuurlijk. Zal er ook eens een keertje wel mee zitten. Goed, dan moeten we hier naar boven. Up, 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 up. Even een stukje erboven. 1, 2, 3, 4. Ga weg. Zut, zut. Kijk, dan kan deze kan ook weg. Zo. Laten we eerst helemaal naar die kant weer lopen. Hup. Waar was ik? Zo. En ik heb ook geen parkour skills trouwens. Dat wil ik eigenlijk nog wel een keertje in deze wereld maken. Zo'n parkour ding. Renssen vindt dat geen fuck aan. Maar ik wel. Ik vind dat leuk. Nou, dagblokje hout. Als je niet meer wil werken, dan ga maar... Oeh. Hak ik weer bijna de vloer onder me weg. Nou. Hallo. Oh. Goed zo. Mag ik hem hebben? Dank u. Ik ben steeds bang dat ik het blokje onder mijn voeten zelf weg hak. Nou, dag. Dag. Ik wil weer het blokje terug. Dank u. Nou, die kan ik niet te pakken krijgen. Nou ja, en anders is daarboven zijn nog genoeg sprucewood. Nou donderen we wel eventjes naar beneden, want dan kan ik de rest van het hout oppakken. En dan kunnen we voor de laatste keer naar boven en dan is dat in ieder geval klaar, de randen. Ik vind hem scheef. Daar moeten nog hekjes, of zeg ik weer hekjes, daar moeten nog... Stairs, ik heb er toch nog een paar over. Hup, hup. Hup. Zo. Ik weet niet of dat mooi is. Ik zet het er gewoon neer. Even van een afstandje bekijken. Zo. Ah, dat ziet er beter uit dan dat het net was. Toch? Ik vind van wel. Zo. Up, 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 up. Oké, dan moeten we eventjes naar boven. Blijven aan het bouwen en aan het hakken vandaag. En ik hoop het trouwens ook niet dat mijn microfoon te hard staat. Hij staat namelijk laag, want ik wou hem namelijk uit beeld hebben. Maar ja, dan moet ik hem... Kijk, een klein beetje in beeld is niet zo heel erg. Maar omdat ik mijn webcam niet meer apart opneem, kan ik mezelf niet inzoomen. Dus misschien moet ik dat de volgende keer dan maar gaan doen. Dat ik gewoon weer mijn webcam apart opneem. Zodat ik op mezelf kan inzoomen. Zodat jullie de microfoon niet zien. Jullie zien hem nou al minder in ieder geval. Maar eerst stond hij altijd zo. Zo. Ik heb hem nou iets omlaag gedaan. Ik denk dat dat wel wat mooier is. Hup, 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 hup. Kan ik daarbij? Dat is ideaal. Ik wil helemaal omhoog kijken. Zo, zo. Hup, 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 hup. En volgens mij had Renssen die anderen had hij met slaps gedaan. Dus gaan we nog heel eventjes kijken. En hier was Renssen mee bezig. Dat moest een dierenfarm worden. Maar ja, Renssen heeft het nou druk met tentamens. Dus... Die is er voorlopig niet. Ja, dan gaan we nou bovenop het dak.
gaan we eventjes kijken hoe die dak zelf heeft gedaan. Want we zijn al 40 minuten bezig. Dat we daar de volgende keer mee bezig gaan. En als het goed is, zijn dit allemaal slabs. Of zijn het ook stairs? Dit zijn ook stairs. Dit zijn allemaal stairs. En hoe heeft hij dat hier gedaan dan? Oké. Okay. Dus moet ik hier weer. Dan gaan we eventjes naar binnen. Eventjes kijken hoe dat eruit ziet. Maar als alles in één stijl is, dan is het natuurlijk ook veel mooier. Kijk, dan heb je mooi. Even kijken hoor. Ik ben totaal niet goed in bouwen namelijk. Dus ik moet eventjes spieken. Ja, ik weet wel hoe dat zit hoor, daar niet van, maar... Zouden we een klein stukje kunnen doen? We zijn al 15 minuten bezig, dus dat, ik denk dat we dat de volgende keer gaan doen. En toch ziet dit er niet zo heel mooi uit. Als ik dat doe, dan moet ik dat ook bij de andere hoek doen. Vind ik. En de zon gaat ook al onder, dus dat is ook hartstikke mooi. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Laat me ook weten in de reacties wat je ervan vindt dat het nu in 50 frames per seconde is. Want als het goed is, moet ik het nou gewoon goed doen. Dus als jullie dit een leuke video vonden, zullen jullie dan een blauw duimpje omhoog willen geven. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan gaan we de volgende keer, hopelijk ben ik daar niet weer alleen. Dat zullen we zien. En dan gaan we gewoon lekker verder bouwen. Of als Luc misschien de volgende keer meedoet, dat we dan onder de grond gaan. We zullen zien. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!